Klaas Bruinsma staat bekend als de eerste echte peetvader van de Nederlandse onderwereld. Hij was de eerste echte drugsbaron van Nederland en eind jaren tachtig was hij zelfs de grootste drugsbaron van Europa. Zijn organisatie zette miljoenen guldens per dag om. Maar wie is deze slimme man? En hoe kwam hij aan deze titel? In deze video vertel ik je alles over de peetvader van de Nederlandse onderwereld. Maar voordat ik dat ga doen. Wil ik je vragen om je te abonneren op mijn kanaal, zodat je geen enkele video hoeft te missen? Klaas Bruinsma werd geboren op 6 oktober 1953. Samen met zijn ouders en oudere broer groeide hij op in Amsterdam. Hij ging naar school in Amsterdam Oud-Zuid. In 1964 verhuisde hij naar Blaricum, hij was op dat moment 11 jaar oud. Hij werd opgevoed door Fokje, de huishoudster van zijn vader, nadat zijn moeder eind jaren 50. Toen Klaas zeven jaar oud was, na een scheiding naar Groot-Brittannië was verhuisd. De vader van Klaas was erg rijk. Hij is de oprichter en directeur van de frisdrankfabriek raak. Echter was zijn vader alles behalve een liefdevolle echtgenoot en vader. Klaas Bruinsma heeft later tijdens psychiatrisch onderzoek op verzoek van justitie verklaard dat de aanpak van zijn vader ervoor zorgde dat hij hem kosten wat kost wilde overtreffen in rijkdom, in macht en in status. Toen Klaas op de middelbare school zat, begon hij met het roken van hash. Later startte hij met het verkopen van hash. Toen hij 16 jaar oud was, werd hij voor het eerst aangehouden voor verdenking van kleinschalige drugshandel. Toen hij 20 was, werd hij van school gestuurd en besloot hij om fulltime de drugshandel in te gaan. In eerste instantie was hij een zogenoemde loopjongen. Hij verkreeg zijn drugs via Thea Muar. Zij was een beruchte dame in het Amsterdamse criminele circuit. Later werden ze zakenpartners. Klaas Bruinsma werd in 1976 veroordeeld en veranderde na zijn vrijlating officieel zijn identiteit. Vanaf 1977 ging hij door het leven als Frans van Arkel, ook wel lange Frans genoemd. Samen met Thea Moir richtte hij een criminele organisatie op. De kickbokser, André Brilleman, werd zijn persoonlijke lijfwacht. In 1978 voegde ook Etienne Urka zich bij de organisatie. Etienne was een beruchte crimineel en werd ook wel de generaal genoemd. Aan het eind van 1979 werd Klaas Bruinsma veroordeeld wegens het organiseren van een groot hashtransport uit Pakistan. Na zijn vrijlating breidde hij zijn organisatie flink uit. Na zijn vrijlating leverde hij verschillende soorten drugs aan Duitsland, België, Frankrijk en Scandinavië. In 1983 raakte Klaas verwikkeld in een ruzie vanwege gestolen voorraden aan hash. Hij schoot een aantal vijanden neer, en zelf werd hij ook neergeschoten. Vervolgens werd hij hiervoor veroordeeld. Hij kreeg een gevangenisstraf van vijf jaar opgelegd, maar hij was het er niet mee eens en ging in hoger beroep, waardoor de straf werd verlaagd naar slechts drie jaar. Zijn vader kwam hem regelmatig opzoeken in de gevangenis, maar stierf enkele maanden na zijn veroordeling aan kanker. Na zijn vrijlating in 1987 leefde hij van hotel naar hotel. Hij besloot om zijn criminele organisatie te reorganiseren. Etienne Urca nam de plaats in van Thea Moore. En Roy Atkins, een grote Britse drugshandelaar, die ook wel de Fatman werd genoemd, kwam aan het hoofd te staan van de drugsdivisie. Op 2 februari 1982 gaf Klaas de opdracht aan zijn handlangers, André Brilleman en Alexander Marianovic, de opdracht om Hugo Ferrol te liquideren. Dit mislukte. Bij een tweede poging om Hugo Verol te liquideren, hadden ze Klaas opgelicht voor drie ton. André en Alexander hadden de liquidatie namelijk in scène gezet. Ze hadden Klaas Polaroid foto's laten zien van de met kitschup overgoten Hugo Verol, om te laten zien dat hij echt geliquideerd zou zijn. Maar Klaas was niet achterlijk en kwam erachter dat hij werd opgelicht. Het lichaam van André Brilleman werd een tijd later gevonden in een vat met cement dat in een rivier was gegooid. Hij was in opdracht van Klaas geliquideerd. Hij liet zich door niemand voor de gek houden. Aan het einde van de jaren 80 was Klaas Bruinsma de grootste drugshandelaar van Europa. Zijn organisatie zette miljoenen guldens per dag om. Op een gegeven moment was hij wel klaar met het criminele milieu. Hij had genoeg geld verdiend om met pensioen te gaan. Toch wilde hij nog een klapper maken. 45.000 kilo zwarte Pakistaanse hash met een straatwaarde van ruim 400 miljoen gulden werd geïmporteerd. In de kringen rond Bruinsma werd dit ook wel de Grote Berg genoemd. Op 24 februari 1990 werd in Leusten de partij onderschept door de politie. Sindsdien ging het steeds slechter met Klaas. Hij begon steeds meer cocaïne te gebruiken en maakte plannen om Nederlandse criminelen af te persen. Hij had vaak last van woedeaanvallen en kreeg psychische problemen. Hij was erg paranoïde geworden. Zijn wantrouwen was ziekelijk. Hij vertrouwde zijn eigen schaduw niet eens meer. Om die reden zou Klaas Bruinsma zijn lijfwachten, hoofdzakelijk Joegoslavische criminelen, in twee groepen hebben verdeeld die elkaar in de gaten moesten houden. Hij was bang dat een van zijn eigen lijfwachten hem zou ombrengen. Zijn paranoia kende geen grenzen. Als je Klaas Bruinsma zag in zijn laatste dagen, dan zag je een zielige, paranoïde man die de hele dag met zijn neus in een hoopje wit poeder zat. Uiteindelijk werd de leiding van zijn organisatie overgenomen door Etienne Urka, zijn compagnon. In de nacht van 27 juni 1991 kreeg Klaas Bruinsma een heftige woordenwisseling met Martin Hoogland. Martin Hoogland was een oud politieman die voor de Joegoslavische maffia was gaan werken. Na deze woordenwisseling werd Klaas Bruinsma om vier uur in de nacht neergeschoten voor het Amsterdamse Hilte Hotel. Hij werd meerdere keren geraakt in zijn borst en in zijn voorhoofd. Er gaan geruchten dat het gaat om een liquidatie in opdracht van zijn concurrent, Johan Veerhoek, ook wel de hakkelaar genoemd, maar dit is nooit bewezen. Op 18 maart 2004 werd Martin Hoogland zelf ook doodgeschoten op straat. Martin heeft de moord op Klaas altijd ontkend en werd voornamelijk veroordeeld op basis van een verklaring van een kroongetuige. Jaren na zijn dood wordt er nog veel over Klaas Bruinsma gesproken. Zo maakte misdaadverslaggever Peter R. de Vries in 2003 bekend dat Klaas Bruinsma in 1991 een relatie zou hebben gehad met de toenmalige prinses Mabel, de vrouw van prins Friso. Peter ging in 2003 in gesprek met Charlie da Silva een voormalige lijfwacht van Klaas Bruinsma. De inmiddels grijze Chileen wordt een bekendheid in Nederland door de uitzending van Peter R. de Vries. Niet alleen door wat hij zegt, maar ook de manier waarop. Want de voormalige lijfwacht van Klaas weet het zeker, dat was dat wijf van de Lange. Dat antwoordde hij op de vraag die hem gesteld werd. Of hij zich de tijd dat Klaas Bruinsma en prinses Mabel met elkaar omgingen nog kon herinneren. Hij zou meerdere keren met de twee op de boot van Bruinsma de neeltje Jacoba, hebben verbleven. Maar Mabel en prins Friso houden vol dat van een relatie nooit sprake was. Wie denk jij dat Klaas Bruinsma heeft vermoord? Laat het weten in de comments. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal en klik op het belletje zodat je geen enkele video hoeft te missen.